wat zijn ze mooi, hè? Moet je deze plant eens even kijken, zeg. De Hortensia Metzical, ik heb het er heel veel over. Maar waarvan ben ik zo lyrisch? Moet je kijken hoe stevig die takken zijn. Vorig jaar heb ik laten zien hoe een veredelaar zo'n plant gaat zoeken en maken. Nou, dan heeft hij op een gegeven moment het resultaat en dan moet hij nog gekweekt worden. En dan krijg je zo'n plant. Dat is ook een klus op zich, hoor. Oh, gaat goed, Robin, want ik heb er hier nog meer, hoor. Kijk, die veredelaar die is aan het kruisen geweest. Die heeft een nieuwe metzical gevonden. Er komen nieuwe planten van. En wat doet hij dan? Die planten gaan naar Frankrijk. Die worden daar opgekweekt tot hele mooie grote planten. De klimatologische omstandigheden daar zijn zo goed, dan kan hij daar stekker van nemen. Die stekker die worden daar genomen. Die worden keurig netjes ingepakt, gekoeld naar Nederland gebracht. En dan gaat Robin ze oppotten en de planten van kweken. Kijk, en dat ben je er nog niet, want dat is een vakwerkstekker. Je begint dus die stekjes neer te zetten, gaat er een folie overheen, die zit 100% dicht, dan blijft hij lekker vochtig. Maar ja, je moet die plant een beetje laten wennen, want het is een babyplantje. Kijk, dan gaat er een soort acryl overheen, dat is 50% dicht. En nou is het natuurlijk zo met een hortensia, die houdt van vocht, dat moet je koesteren. Zou het in één keer te droog staan, dan kan het verdrogen. Dus hij krijgt een paar dagen nog even lekker dit, kan hij wennen aan een drogere lucht en dan moet hij aan het echte leven beginnen. Kijk, hier staan ze dan, die babyplantjes, die zijn helemaal gewend aan het klimaat zoals het hoort te zijn. Ja, hoe werkt het nou precies? Die veredelaar die heeft jaren gezocht naar een nieuwe metzical. Daar ben je jaren mee bezig. Elke dag is dat werken, zoeken en kijken. Heeft hij eindelijk een goede plant? Dan wordt die plant uitgeselecteerd, er wordt een plant van gekweekt, er worden stekjes vanaf gehaald en die komen hier bij deze kwekerij. En daar wordt zo'n plantje van gekweekt. Nou moet hij al heel snel gesnoeid worden, dat doen die dames achter mij. Halen ze het topje eruit, want dan krijgen ze een vertakte plant. Kijk, dan heb je zo'n nieuw topje. Dan zou je denken, die kan je ook gaan stekken. Nou, dat gebeurt niet. Want deze stek, daar heb je niet voor betaald, dus die mag je geen plantje verkweken. Maar zou je er een plant verkweken, is de slechte plant kwalitatief. Kijk, ze zijn al druk aan het snoeien geweest, want snoeien is een van de belangrijkste dingen om een mooie hortensia te krijgen. Eerst werd het stekje al gesnoeid, dan ga je er een plant voor laten groeien en dan gaan ze weer snoeien. En dan komt het vakmanschap van die kweker kijken, want iedereen weet, een boer hortensia die te veel snoeit, die bloeit niet. Hij moet precies uitkiezen wanneer hij dat doet. Dat moet voor de langste dag gebeuren. Doet hij het niet en maakt een foutje, heeft hij een prachtige plant zonder bloemen. En dat wil hij natuurlijk niet, want dit is het doel. Zo ziet die plant er in februari uit. Deze ziet er nog zo uit omdat hij in een koelcel heeft gestaan. Die loopt dus achter. Maar hier kan je die planten zien. Dit zijn allemaal bloemknoppen, want hij wil eigenlijk 7 tot 9 bloemen in een plant hebben. En van deze gaat hij een plant kweken die wij in de huiskamer neerzetten. Kijk, ja, en dan ben je aan het kweken geweest. Dan heb je in februari zo'n plant met knoppen en dan ga je er een kamerplant van maken. Moet je kijken hoe mooi, hè? Prachtig vertakt. En dat komt helemaal door het snoeien en het nadenken. Toch zie je af en toe van die planten en dan denk je van, nou, snoeien. Ik heb er hier eentje staan, die staat op 1 tak en die heeft maar 1 bloem. Ja, die is helemaal niet gesnoeid. Stekje in de pot gezet, 1 zo'n tak van gekweekt en dan heb je 1 bloem. Dat kan ook, dat is de keuze die je maakt. Die zijn natuurlijk ook erg leuk, want dan kun je zo'n heel klein schaaltje mee vullen. Ja, en dan de metzical, die staat van 1 ding bekend. Zijn prachtige verkleuringen. En dat doet hij gedurende die 150 dagen. Moet je kijken, hij begint zo. Hij ziet er prachtig groenig uit. Dan begint hij een beetje rozig te worden. Dan wordt hij een beetje oud-roze met groen. En ja, de laatste fase, dat is het nog niet, want er zijn nog geen 150 dagen over. Dan heeft hij deze kleur. Er zit een beetje bronsrood, zit zelfs in het roze. Dat is het unieke van de metzical. Ja, die metzical, die kan je 150 dagen in je huiskamer goed houden. En dan is het 150 dagen genieten. A simple band.